Troy de trein. Wauw, wat zien jullie er prachtig uit. Wat is de gelegenheid? Jullie vieren de dag van de doden. Mogen wij met jullie mee? Pinata! Wil jij het proberen, Tom? Oh nee! Wat moeten we nu doen, jongens? Troy, de piñata staat in brand. Oh. Oh-oh. Kan jij terug naar het warenhuis en een voertuig vinden die kan helpen? Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Teddy, kom snel! Troy en de groep heeft je hulp nodig. Oh, oh, oh. Er moet een vuur worden geblust. Kan jij Troy helpen met blussen? Mm-hmm. Echt? Mm-hmm. Phew. Een brandweerwagen? Goed idee! Oh, oh. Snel, Troy! Hoi daar, jongen. Wat is je naam? Mm-hmm. Frank? Mm-hmm. We hebben een probleem. Mm-hmm. Kan jij helpen? Mm. Goed gedaan, jongens. Jullie zijn de helden van de dag. Volgens mij is het tijd om weer terug naar het warenhuis te gaan. Wat is er, jongens? Jullie zijn verdrietig dat alle snoep uit de piñata verbrand is? Mm-hmm. Oh. Oh.
Kijk jongens, Karin is er. Zij heeft snoep voor iedereen. Goed werk, Troy. Tot de volgende keer. Troy, de trein. Hey Troy. Fijne Halloween. Wat een mooi kostuum. Hey kleintjes. Waarom kijken jullie zo verdrietig? Oh nee. Is er geen snoep meer in de stad? Inderdaad, Troy. We moeten bij het warenhuis een nieuwe auto vinden die Halloween kan redden door snoep naar de stad te brengen. Wacht hier allemaal, we zijn zo terug. Oké, laten we onze nieuwe vriend ophalen. Welk voertuig kan Halloween redden voor de kleine auto's, Troy? Een tractor? Een ambulance? Een snoepauto? Goed idee! Een snoepauto is wat we nodig hebben. Daar komt ze. Laten we deze snoepauto naar de speelplaats brengen. Laten we alle onderdelen afladen. Wauw, het is al bijna klaar. Hallo snoepauto, wat is je naam? Karin? Welkom in Autostad, Karin. Karin, we hebben een belangrijke opdracht voor je. Het is Halloween, maar er is geen snoep in Autostad. Kan jij snoep naar de kleine auto's brengen? Perfect. Laten we Halloween redden. Kleintjes, maak kennis met jullie nieuwe vriend Karin. Ze is een snoepauto. Willen jullie zien wat ze allemaal kan? Dat is fantastisch, Karin. Hoi jongens, hoe gaat het? Karin, de volwassenen zijn verdrietig dat ze Halloween missen. Wat dacht je ervan om hen ook snoep te brengen? Jee, dat is perfect. We hebben nu genoeg snoep voor het hele jaar. Bedankt, Karin. Doeg, iedereen.
Tot de volgende keer. Uh-huh.